Goedemorgen, je kijk naar de weersverwachting van Weerplazen.nl. Op de satellietfoto zien we enkele wolkenvelden boven de Noordzee. en Die trekken ook de kustprovincies binnen, maar diepe landinwaarts er zijn er niet al te veel wolken. Kan wel hier en daar wat mistig beginnen de dag. Temperaturen zijn ook laag rond de 2-3 graden halverwege de ochtend, dichter bij 70 graden of 7. Vanmiddag overal hogere temperaturen, zo'n 7 tot 9 graden. Zeer lokaal in de kustprovincies nog een enkel buitje, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en de wind is ook heel rustig. Vanavond ook vrijwel droge omstandigheden. Bewolking neemt dan heel ietsje toe, maar vooral landinwaarts wordt het ook weer snel koud met temperaturen dalend tot dicht bij het vriespunt. Morgen van de oostelijke helft van het land af en toe zon. Daar droog weer. Temperaturen van 6 graden. In de kustprovincies zit meer bewolking. Maar heel veel regen verwacht ik niet. Hooguit een spatje motregen. De wind gaat morgen wel harder waaien. In de nacht naar zaterdag gaat het overal regenen. Zaterdagochtend trekt die regen weg. En dan is het de rest van de zaterdag zo goed als droog. Met van tijd tot tijd zon. Zondag wordt weer een natte dag. En ook maandag is het wisselvallig. En je ziet het: de temperaturen gaan omhoog. Ik ben Michiel Severin van www.waplace.nl